Ja, dat het dan beter is zo. Want omdat hij in coma lag? Ja. Ja, misschien beter. Als je zo door het leven moet, is ook niet veel. Ach god, is die overleden? Tja. Goh, daar schrik ik even van. Dat had u niet verwacht? Nee. Ik wist wel dat hij helemaal niet in orde was natuurlijk. Maar dat hij nou overleden is, dat wist ik niet. Het is wel sneu voor die familie natuurlijk. Maar ja, het is niet dat ik denk van... Ja, wel erg natuurlijk, maar niet zo van... Shit, wat zit ik ermee ofzo. Wat moet ik erop zeggen? Voor mij heeft het al lang geduurd. Eerlijk gezegd. Ja. Ja, jammer misschien voor de familie. Maar medelijden mee. Maar ja, dat is ook het enige wat ik erover te zeggen heb. Voor die vrouw en voor die kinderen en voor zijn moeder vind ik het ook erg. Tuurlijk. Het is niet niks natuurlijk. Schrikt u nou van dit nieuws? Of het... Nee, dat kon je wel verwachten. Iemand die zo lang in coma ligt, dat heeft geen kans meer. Nee, dat wist ik niet. Nee, dat is voor mij niet groot nieuws. Ja. Maar u reageert alsof u het wel verwacht had? Ja, dat is een, het was zo'n heilloze zaak. Ja, wat wil je nog verder? Je had toch een kwaliteit van leven meer. En dan moet op een gegeven moment, dan is het aan over. Ja, bij ieder ander is hetzelfde. En waarom een van komt ik huis, dat op een gegeven moment, ja. Dus het zijn allemaal mensen.